Hey, Jacco Meijert hier van internetsuccesgids.nl. Welkom in deze video. In deze video wil ik even een korte rondleiding geven door PayPro. Nou, wat is PayPro nou eigenlijk? Nou, PayPro is eigenlijk een eigenlijk software, websoftware om verkopen te realiseren. Om dus eigenlijk je product in bijvoorbeeld in een webshop te zetten, zodat iemand jouw product kan gaan kopen. Eigenlijk een soort van betaalprovider, om het zo makkelijk te zeggen. En wat PayPro eigenlijk zo mooi maakt, of tenminste wat het eigenlijk uniek maakte, ondertussen zijn er natuurlijk nog andere bedrijven die dat doen, is dat je producten als affiliate zijnde kan promoten. Dus je ziet hier bijvoorbeeld dan producten in staan die dus in PayPro aangemaakt zijn, die dus verkocht worden. En ik kan hier als affiliate, kan ik dit product promoten, bijvoorbeeld Fred's Bouwtekeningen. En klikt iemand op mijn affiliate link, dan en koopt hij vervolgens dat product, koopt hij vervolgens Fred's Bouwtekeningen. Dan krijg ik dus hier zo 27 euro commissie. Hè, de verkoopprijs is 47 euro, dus de klant betaalt 47 euro. En de commissie is 27 euro. Dus omdat die verkoop eigenlijk via mijn link heeft plaatsgevonden, krijg ik als dank daarvoor 27 euro. En dat is eigenlijk het leuke van PayPro. PayPro is eigenlijk puur op informatieproducten. En dus e-books, trainingen, dat soort dingen. En PayPro is daar gewoon een heel geschikt middel voor. Nou, gaan we naar de homepage van PayPro, dan zie je eigenlijk van waarom je met PayPro aan de slag moet gaan. PayPro is wel steeds meer aan het richten op echt webshops. En waar het eerst eigenlijk meer, echt voornamelijk meer informatieproducten was, is er nu ook echt voor webshops die bijvoorbeeld fysieke producten hebben. En daar richt PayPro zich telkens meer op. En ook telkens meer op echt om goede producten aan te bieden. En dat is ook eigenlijk wat PayPro hier zo zegt, hè. En je kan hier ook kijken wat dus de kosten zijn voor transacties. Je ziet het, je betaalt 29 cent voor een ideal transactie. PayPal 35 cent plus 3% van het verkoopbedrag. Let daar goed op. Het is heel belangrijk om dat te zien. En je ziet dan hier dus ook weer de kosten staan. Nou, eigenlijk zijn al deze menus. Dat zijn eigenlijk allemaal een soort van verkooppagina's. Ze eigenlijk informatie vertellen over PayPro. Nou, zijn de goedkoopste, zeggen ze, de support. En eigenlijk het belangrijkste is natuurlijk de affiliate campagnes. En natuurlijk je eigen account. Zou ik hierop klikken, dan zou ik nu naar mijn gegevens gaan. Van mijn account waar ik dus mijn statistieken kan bekijken. Nou goed, gaan we naar de affiliate campagnes. En ik denk zelf dat PayPro hier nog het meest op draait. Om echt die affiliate campagnes eigenlijk te verkopen. Zodat affiliates deze producten kunnen promoten. Dan zien we ten eerste al aan de linkerkant zien we de categorieën staan van alle producten. Nou, je ziet dus dat er 1652 producten in deze overzichten staan. Er zijn ook producten die hier niet in staan, die eigenlijk onzichtbaar zijn. Dus die worden dan niet meegerekend. Maar er zijn dus 1652 producten die je zo open kunt promoten. En dat zie je dus als je naar alles toe gaat. Dan zie je dus ook dat er 87 pagina's zijn. Nou goed, een belangrijk onderdeel van die affiliate campagnes is de PayPro score. Aan de PayPro score is te zien hoe goed een product als het ware converteert. Hoe beter de score is, hoe beter de verkopen ook zullen zijn. En ook weer hoe meer affiliates dat product gaan promoten. Nou, nu is volgens mij het meest hoge score is 200. En dan staan deze producten erg hoog, 187 en 187. En hoe hoger de score, hoe beter. En ik zou zeggen, alle producten die op pagina 1 staan en natuurlijk ook nog 2, dat zijn gewoon producten die je goed kunt promoten. Daarvan is de PayPro score is gewoon hoog. En je ziet zelfs dat het, de productscore is hier 137. En pagina 3 is ook nog gewoon goed. Maar ga je bijvoorbeeld, en dan ga ik naar
Even naar pagina 4, pagina 5. Dan zie je dus ook dat er dus producten van, ja, pagina, deze pagina, producten onder de 100 scoren komen. En ja, dat is, daar zit je niet zo safe mee om dat te gaan promoten. Weet je niet goed wat de conversie gaat doen. Want ja, het is vrij simpel om aan de 97 punten te komen in PayPro. En eigenlijk pas boven de 100 punten, pardon, dan wordt het moeilijk. Dus hou daar rekening mee als je een product gaat promoten. Dat het gewoon een goede PayPro score heeft. Nou goed, dan kun je natuurlijk door de categorieën heen gaan. Bladeren, je ziet marketing, zie je de producten staan, dan zie je mijn product op dit moment bovenaan staan met 155 punten. Dus het is natuurlijk hartstikke goed. Ja, goed, en zo kun je dus eigenlijk ja, door de producten heen bladeren en dus ja, goed, die producten gaan promoten. En dat kun je doen natuurlijk als je bent ingelogd, dan klik ik op dit product en dan zie ik hier zo mijn affiliate link. Nou zou ik deze link nou op bijvoorbeeld Facebook gooien of een campagne aanmaken of een website overmaken. Dan zou je dus ja, mensen op die link kunnen laten klikken. Of mensen die klikken daarop en vervolgens als ze dat product kopen, dan krijg jij daar commissie over. Dus nou goed, dat is een rondleiding door PayPro. Hopelijk heb je er wat aan en ja, ik zou zeggen heel veel succes hiermee.